Bij de atletiekbaan aan Sportpark Rehweg opent donderdagavond de extra dak- en thuislozenopvang haar deuren. Die extra opvang is geen overbodige luxe nu de temperatuur in het land Scandinavische trekjes begint aan te nemen. Daarom werkt het Leger des Hels en de gemeente samen om een extra opvang voor de winter te realiseren. Ja, ik denk dat veel Dortenaren deze plek misschien wel herkennen. Het is de vroegere kantine van Emma, uit vervlogen tijden. Er recent hier uh, werd er gebiljard. Maar nu krijgt, die, uh, krijgt deze plek een hele andere invulling. We gaan hier namelijk uh, daklozen opvangen tijdens de vorst de komende maanden. Het leger des Hels merkte dit jaar al een stijging van dak en thuislozen op. Zij zijn dan ook blij dat deze locatie vanaf morgen in gebruik genomen kan worden. Uh, het Kromhout zit wisselend uh, vol, uh, maar, je moet, maar je moet je voorstellen dat het nu gewoon ook heel erg uh, koud is uh, buiten. En uh, uh, dan is het ook prettig dat we op verschillende locaties mensen kunnen opvangen. Uh, er zijn ook mensen zoals Moelanders die nu niet opgevangen kunnen worden. En met zo'n winteropvang kunnen zij ook een plek uh, krijgen. Het gebouw zal vanaf donderdag 15 december in gebruik genomen worden en moet plaats bieden aan maximaal 25 personen. Maar wat was er dan mis met de andere opvanglocatie? De belangrijkste opvanglocaties aan het Kromhout, uh, maar daar vangen we mensen op in hun eigen kamer. Daar hebben we wel een klein beetje overloopcapaciteit, maar aan de strepen kunnen we daar minder mensen opvangen dan in het verleden. Dus daarom hebben we deze extra plek nodig. Dat hebben we ook aan de buurt aan het Kromhout beloofd, dat we daar uh, voor de leefbaarheid en de veiligheid uh, gewoon die locatie wat kleiner wilden hebben. Om de bewoners en verenigingen in de buurt van de nieuwe opvang gerust te stellen, hield de gemeente dinsdag een informatiebijeenkomst. Dat was nodig na iets wat gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Dat het voor de meeste mensen een uh, verrassing was wat er gebeurde. Sommige mensen hadden een brief gekregen iets later dan wat ik begreep. Dus voor sommigen kwam het er op een dak. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat uh, iedereen heeft een warme plek en warme ruimte nodig. Het is koud zat, de meeste van ons, van ons kunnen allemaal naar huis, maar dat geldt niet voor iedereen. De wethouder erkent dat er een foutje is gemaakt, maar wil daar nog wel iets aan toevoegen. Nou, daar hebben we met ze over gesproken. Het bleek gewoon een logistiek foutje te zijn geweest. Uh, dus nou, we hebben onze excuses daarvoor aangeboden. En zij hebben die ook uh, volgens mij geaccepteerd. Dus we kunnen nu verder met elkaar. Laat onverlet dat we met elkaar natuurlijk vinger aan de pols moeten houden. Dat het hier allemaal goed blijft gaan. Want dat vinden we allemaal belangrijk. Om alles op de nieuwe locatie in goede banen te leiden. levert het Leger des Hels daarom personeel. Elke avond minimaal drie. Elke nacht minimaal twee. Uh, tot de volgende ochtend. De omgeving lijkt gerustgesteld. Vanaf donderdag kunnen dak- en thuislozen dus op deze locatie aan het Heraplein terecht voor een warme maaltijd en een goede nachtrust.